Nou, we zijn vandaag getuige van een historische recordpoging. De mannen van de TU Delft die gaan met de Force 4, een auto op waterstof, gaan ze proberen een record te verbreken. Ze doen 1/8e mijl. Het record staat op 11,6 seconden. Het is lekker druk. Iedereen is aanwezig. Het is een beetje spannend voor de mensen, maar ja, we gaan kijken wat het wordt. Hij ziet er een beetje vreemd uit. Ja, er zit geen dikke vleugel op. En verder heeft hij echt een superkorte wielbasis, maar ja, vandaag hoeft hij toch geen bochten te rijden. Dus, of drift of wat dan ook, dus dat moet op zich goed komen. Oké, nou, we gaan starten. Je hoort er alleen geen ene zak van, want waterstof, elektriciteit, dus lawaai gaat het niet maken. Super geconcentreerd. Ik doe trouwens wel mijn broek van de spanning trouwens. Het is echt, het is wel een happening hoor. Minister, hoe heet die, Verhagen, die komt nog langs. Dus de druk voelen ze op de schouders. Ja, dit is twee keer. Ga er even tussenuit voor de boodschappen. Zijn we zo weer bij je terug. Wat gebeurt er als het misgaat? Het is natuurlijk waterstof, dus het kan exploderen. Maar daar gaan we natuurlijk alsnog niet vooruit. Het is al 4 jaar lang goed gegaan. Dus laten we hopen dat het deze keer ook goed gaat. Okay, het is niet de eerste klus met de waterstofrace? Nee, het is niet de eerste klus. We zijn echt vooraf hebben we een goede training gehad. Dus we zijn echt goed ingelicht. Nou, welkom terug. Hij doet het nog steeds niet. Toch, het zweet begint zich al een beetje te vormen op het voorhoofd van de technicus hier. Want ja, zijn kop gaat eraf natuurlijk als het niet goed gaat. Kijk, hoor je het? Dat klinkt goed, hè? Ja, we kunnen los. Of toch niet? Het kon wel eens een lange exercitie gaan worden vandaag. Kijk. Jongens, is het gelukt, Wouter? Het is gelukt, ja. Fantastisch, hoeveel heb je eraf gekregen? Meer dan een seconde. In de haast heb ik het niet exact gehoord, maar het is 10,4 zoveel. 10,5, nette prestatie inderdaad, ja. U bent op de hoogte van wat er zojuist is gebeurd. Het record is gesneuveld. Gebroken, hè? Het is al gesneuveld, dus dat is fantastisch. Want het geeft toch aan wat voor een enorme ontwikkeling het is. En dat ook de knappe koppen van de TU Delft, dat die dat ook in geslaagd zijn om weer een nieuwe stap te zetten. Om het nog schoner en sneller te maken. Fantastisch. Nou, volgende stap op naar onder de 10 seconden wordt het? Dat moet wel mogelijk zijn. We zullen zien wat we vandaag nog voor elkaar krijgen. We gaan zo meteen nog een keer proberen de tijd te verbeteren. En we zullen zien. Allemaal goede vragen, maar wat zegt u? Oh, u komt niet op tv, het is alleen internet, dus... Nee? Ja, dat is een beetje jammer. Het wordt al vaker gedaan. Ja, nee, ja. Dus vrouwen nee zeggen, dan bedoelen ze nee. Het mooie is dat het...